Goeiedag, donderdag 23 april, dag nummer 41 dat we binnen zitten. En beste mensen, ik wil vandaag toch een ernstig probleem met jullie bespreken. Misschien is het niet bij iedereen overgekomen, maar er dreigt een ernstig tekort aan drinkwater. En mijn broer Tim die appte me gisteren, hij zei, joh Aad, moeten we er nou niet eens over praten? Moeten we de mensheid nou niet eens waarschuwen? Want een hoop mensen die zetten de kraan aan en er komt water uit en ze vinden het allemaal maar normaal. Maar we gebruiken natuurlijk veel te veel drinkwater. Nu in deze coronatijd wassen we onze handen 20 keer, maar gaan 2 keer per dag onder de douche. De wasmachine en de vaatwasser staat de hele dag. En er zijn ook mensen, en ik kan dat goed zien, want ik woon op de 5e etage. Die hebben dit keer veel vrije tijd en hebben ze ook de tuin een keer opgeknapt. Zijn ze naar het tuincentrum gegaan en hebben ze nieuwe plantjes gekocht. Ja, die moeten ook water, dat snap ik ook wel. Maar de drinkwaterleiding, die moeten miljoenen liters per dag extra produceren. Ik heb er met hem over gefilosofeerd en ik denk dat wij de oplossing gevonden hebben. En de oplossing die ligt eigenlijk in onze jeugd. Ik ben in 1940 geboren, mijn broer in 1939. En wij gingen in die tijd 1 keer per week in de tijl. Nou, als ik zeg tijl, dan weet de jeugd helemaal niet meer wat het is. Maar dat is een grote zinken emmer en er werd warm water in gedaan. En op vrijdagavond ging eerst mijn oudste broer André in de sop, Sunlight Shape. En dan Tim en dan ik in dezelfde sop, 1 keer per week. En dan hoopte ik maar dat die jongens er niet in gepiest hadden, want ik was natuurlijk altijd de laatste. Ja, en dat sopwater van die 3 keer wassen van die jongens, dat werd dan niet weggegooid. Nee, er werd de stoep mee geboend. En het terras in de tuin. Want 1 keer per week een beetje sop eroverheen en de bezem. En dan was het ook weer schoon. Dat water werd dus heel goed benut. En eigenlijk wil ik ermee zeggen, we kunnen daar dus dat we vanaf vandaag zeggen, we gaan 1 keer per week gezamenlijk in bad, dat wil zeggen je laat je bad een beetje water inlopen. Je doet de sop in en pa gaat erin, daarna ma en de kinderen. En als pa dan een beetje verstandig is en hij scheert zijn eigen toevallig nat, nou dan kan hij dat ook gelijk doen met dezelfde sop. Hij zit toch in bad en dat bespaart miljoenen liters. 1 keer per week in bad is ook nog goed voor je huid. Want elke dag, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Want ja, de geleerden hebben het uitgezocht. Je schijnt dan toch sneller vatbaar te zijn voor dingen. Dus 1 keer per week in bad. Wat dat aan water oplevert. En dat niet alleen. Mijn moeder, die had maandag altijd wasdag vroeger. En dan spreek ik van net even na de oorlog. Wasmachine was er natuurlijk niet. En dat mensen stond op maandag de hele dag te wassen. Maar dan was ze er ook vanaf. 1 keer. En ook die sop werd weer gebruikt voor andere doeleinden. Het werd handmatig gedaan. En wij kregen ook maar 1 keer in de week een schone onderbroek. Ja, die trok ik vrijwel aan. En de andere week vrijwel als hij in bad geweest ben, kreeg ik weer een nieuwe. En daar moest ik mee doen. En we zijn er allemaal groot mee geworden. Wat ik nou aan u wil voorstellen, en ik denk dat we dat toch met z'n allen moeten gaan doen, om uit dit probleem te komen, 1 keer per week gezamenlijk onder de douche of bad. En onder de douche, ja, dan moet je natuurlijk snel zijn. Even pa eronder, even ma en dan de jongens en dan weer uit. En in bad, wat ik net gezegd heb, je laat het voorlopen en je gaat er 1 voor 1 even in zitten. 1 keer per week, dus geen 7 keer. En ik zeg nogmaals, er zijn ook mensen gaan 2 keer per dag onder de douche. Daar moet je natuurlijk niet aan denken, want hoeveel liters dat kost. Dus we spreken af, we gaan vanaf vandaag 1 keer in de week ons wassen.
En die schone onderbroek, die hou je de hele week maar lekker aan je kont. Er is helemaal niks mis mee. En dan weet ik zeker dat er nog lang fris, helder drinkwater uit de kraan zal komen. Ik dank u.